ik ben hier vandaag in het distributiecentrum van Albert Heijn, waar het, je kunt zien, nog steeds topdrukte is. Het is hier alle dagen kerst op dit moment. De mensen werken snoeihard om te zorgen dat onze supermarkten bevoorraad blijven. En buiten overigens ook de chauffeurs die natuurlijk komen laden en lossen. Iedereen werkt zich echt een slag in de ronde. Mijn boodschap vandaag hier aan de mensen was vooral waardering over te brengen. Eigenlijk namens de rest van Nederland. Hoe ontzettend dankbaar we zijn dat die mensen zoveel uren draaien om te zorgen dat wij niet lege schappen vinden in de supermarkten. Als tenminste mensen ophouden met dat rare hamstergedrag. Want nou, zoals je hier ook achter ons kunt zien, of het nou toiletpapier is of alle andere zaken, er is echt voldoende. Het is absoluut niet nodig. Het is asociaal voor die mensen die in de zorg werken, bijvoorbeeld en na een lange dag werken, juist in de supermarkt wel een leegschap aantrekken. Dus doe het echt niet. Ik was heel blij om te zien dat hier de chauffeurs gewoon naar het toilet mogen, een kopje koffie kunnen krijgen, uiteraard de goede hygiëne kunnen toepassen, voldoende afstand houden, maar dat ze wel met open armen worden ontvangen. En dat zou ik aan alle supermarkten, tankstations, distributiecentra willen vragen. Doe dat precies hetzelfde, want de mensen zijn heel hard voor ons aan het werk en ze verdienen het om ook goed behandeld te worden.